Je bent gelovigen en de mededelingen. Vandaag de eerste zondag van de vasten. Morgen maandag door de week van de vasten, dus derde klas, zijn de weekdagen van derde klas. Die voorrang hebben op de feesten van derde klas. Dinsdag door de week. Woensdag, Kwate Temper, dag. Donderdag, de stoel van Sint-Petrus, tweede klas. Altijd met de gedachtenis van de ferie van de vasten. Vrijdag, Kwate Temperdag. Gedachten van de heilige Petrus Damianus, bisschop en kerkleraar. Het is een heel belangrijke persoon die legaat was van de paus in de 11e eeuw en die heel veel moeilijke zaken heeft geregeld. Een bisschoppen die simonie bedreven en Nicolaïsme, zowel in Frankrijk als in Duitsland en zelfs van Europa. Dus hij heeft telkens al die heel moeilijke situaties opgelost en partijen met elkaar verzoend. Dus een heel belangrijke rol vervuld in het begin van de 11e eeuw. Zaterdag, Kwate Temperdag. En komende zondag, de tweede zondag van de vaste. Dus dit jaar is er niets van Sint Matthias. Dat hij moet wijken voor eerste klas feest. Zondag. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gebaar gelovigen. De kerk heeft in het begin van de vaste dit evangelie willen zetten. Waarin de bekende passage is van onze Heer Jezus Christus die gaat vasten in de woestijn, na zijn doopsel. En dan 40 dagen gaat dus niets eten en drinken. En op het einde wordt hij door de duivel bekoord. Waarom laat de kerk het evangelie zien in het begin van de vasten? Wel, de paasging is begonnen. En de paasging betekent dat Jezus zijn, dat wij dus het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus liturgisch gaan tegenwoordig brengen en toepassen. Dus het gaat om het verlossingswerk van onze Heer Christus dat specifiek begonnen is. De menswording is daar eigenlijk de noodzakelijke voorbereiding. Hij moest eerst op aarde komen om ons dan te verlossen. Wel, de verlossing, zoals Aristoteles zegt, de oplossingen zijn altijd tegenovergestelde van de moeilijkheid. Heb je kou gevat, dan moet je warm houden, enzovoort. Als je verbrand hebt, moet je je handen die je verbrand hebt onder koel water houden. Dus het is altijd het tegenovergestelde van de kwaal die je tegenwicht herstelt. Wel, het kwaad is begonnen met de duivel. Allereerst het begin van het kwaad onder de mensen, tenminste. Het is begonnen met de duivel die Eva gaat aanspreken. Dus het goede, de herstel, begint dus eigenlijk, en dat is in het begin van Jezus inderdaad het publiek leven hier, waarin zijn verlossing gaat beginnen actief toe te passen, begint met een bekoring van de duivel. Bekoring van de duivel. De duivel gaat hem bekoren met een voorwaarde. Indien gij de zoon van God zijt, dus heeft een twijfel. Want zeggen de kerkvaders, 40 dagen niets eten is niet menselijk, dat is goddelijk. Niets eten en drinken. Drinken, 40 dagen niets drinken, dan zijn we normaal dood. Blokkering van de nieren enzovoort.
Natuurlijk kan u zeggen, Jezus heeft het kunnen doorstaan, want hij heeft een zeer gezond lichaam, hij had de erfzonde niet. Maar ook dat wist eigenlijk de duivel niet, dat is het juist, want hij gaat hem bekoren op de drievoudige heiligheid. Die bekoringen, dus hij gaat denken dat hij dus de erfzonde heeft, die dus die drievoudige heiligheid dus meebrengt. Want hij heeft bij Jezus geen enkele zonde gezien. Hij heeft hem al, zoals iedereen... observeert. Hij gaat rond als een bliezende leeuw zoeken die hij kan verslinden, zegt Sint Petrus. Dus hij heeft hem al 30 jaar geobserveerd en heeft niets in zondigen. Trouwens heeft ook Maria en Jozef niets in zondigen. Dus hij weet wel dat het bijzondere mensen zijn, en vooral hij, want hij begint nu een publiek leven. En heeft de Heilige Geest zitten in de vorm van een duif op, bij zijn doopsel, dat juist gebeurd is. Want hij gaat naar de woestijn juist na zijn doopsel. Indien gij de Zoon van God zijt, want dus inderdaad, zoals ik zei, 40 dagen niets eten en drinken is niet menselijk, maar goddelijk. Maar nadien honger hebben, is dan weer menselijk. We weten de oplossing, ja, is tegelijkertijd God en mens, maar de duivel wist het nog niet duidelijk. God hield dat verborgen. Trouwens, de heilige Ignatius van... Antiochië zegt dat... een van de redenen waarom Sint Jozef voedselvader moest zijn, de reden kent u, maar er is nog een bepaalde reden die hij bijvoegt, dat is omdat hij de duivel moest misleiden en de duivel zou denken dat Jezus inderdaad niet van een maagdelijke van een maagd komt, maar van een koppel. En dat zou hem misleiden, want inderdaad, de Messias zou geboren worden van een maagd. Dat staat er in een profetie. Een maagd zal baren. Virgo concipiet. Zegt Isaïas. En dus de duivel weet dat niet en hij mag dat niet weten. Waarom niet? Maar we kunnen gissen, omdat hij dan Jezus te veel zou aangevallen hebben in zijn verborgen leven. En hij moest het voorbeeld geven van een gewoon leven. Niet van een buitengewoon leven. Als men door een duivel buitengewoon geplaagd wordt, is het eigenlijk geen... gewoon leven eigenlijk meer. En hij wou het dagdagelijks leven, de sleur enzovoort, wou hij daar 30 jaar het voorbeeld van geven van een normaal leven. En nu begint zijn tweede gedeelte van zijn leven, en namelijk het specifieke priesterlijke, ogen priesterlijke. En dus de duivel die wilde te weten komen, want hij moet zich uitleggen. Om de vijand, en de mensen zijn zijn vijanden, of beter gezegd, dit is zijn visvijver, moet hij weten hoe dat ze zijn om iemand te vangen, een slachtoffer te vangen of een vijand te overwinnen, moet men hem kennen. Onder andere om een zwak punt te nemen, om een zwak punt te nemen. Dat is heel belangrijk, een zwak punt, we gaan erop terugkomen. En daarom zegt hij, indien jij de Zoon van God bent, want het is een verschil dat hij de Zoon van God is of niet de Zoon van God is. Dus dat moet natuurlijk, dat is een zeer groot verschil. En indien je de Zoon van God zegt, dan gaat dat twee keren zeggen. In de eerste en de tweede bekoring. Waarom zijn er drie bekoringen? Want ik heb het al gezegd zojuist. Omdat er een drievoudige heiligheid is. En hij heeft bij Jezus geen zwak punt gezien. Hij heeft geen zwak punt gezien. Er is geen zwak punt bij Jezus. Moet hem dan aanvallen? Wel, hij zegt, ik heb geen zwakpunt gezien, maar in ieder geval, ieder mens heeft een zwakpunt van conceptie, namelijk de erfzonde. Dus hij gaat hem dan aanvallen op die vermeende zwakheid die er toch moet bestaan, vermits hij een afkomeling is van Adam. En iedereen die van Adam afstand, die heeft de erfenis niet meer, die Adam verkwanseld heeft, namelijk die speciale gave die God gegeven heeft om het lichaam volledig te ontwerpen aan de geest. En die hebben nu medisch verloren gaan. Daarom zegt Adam en Eva, wij zijn naakt. Hoe weet je dat je naakt bent? Ja, natuurlijk, omdat ze die gaaf niet meer hebben. En dat het dus dat lichaam begint veel meer ongecontroleerbaar zich te gedragen. En door die speciale genade was ze volledig onderworpen aan de geest. Totaal. Als je niks verkeerd wou voelen of dingen, dan kwam dat niet. Dus volledig onder controle, zoals wij nu onze spieren onder controle hebben, waren ook de gevoelens, de passies, alles onder 100% de controle bij Adam en Eva. Daar is dus de gave van integriteit.
Maar die dus, dus adem heeft hij verloren. Dat is een paranormale gave. En die behoort dus niet specifiek bij de menselijke natuur. Dus die zijn ze verloren. Wij stappen van adem af, dus we hebben een natuur doorgekregen natuurlijk, ziel en lichaam. We zijn van adem. Dus. Maar we hebben niet die gaven doorgekregen die hij verloren heeft. Die specifieke, die speciale gaven die u kent trouwens. Hè, dus welke, dus de onsterfelijkheid, de onleidelijkheid, en, de ingestorte kennis en inderdaad dat de wil dus volledig ook niet wordt bezwaard door die eenvoudige beheerlijkheid. Die eenvoudige beheerlijkheid, zoals u weet, dat begint eigenlijk met de beheerlijkheid van het vlees. Hier, de eerste bekoring gaat werken op beheerlijkheid van het vlees, namelijk het voedsel, de honger. De tweede op de hoogmoed. Nee, laat u dragen door de engelen, smijt u naar beneden. Ze zal u dragen, wauw. En dan komt de tempel naar beneden, gedragen door de engelen. Dan gaat u meteen door al die Joden erkend worden als een heel belangrijke personage die in, vanwege God komt. Dus de hoogmoed. En dan het laatste is dan de beheerlijkheid van de wereld, namelijk de hebzucht. De hebzucht, het bezitten van de rijkdom en macht. Drie beheerlijkheden. Wel, het is, dus de duivel begint natuurlijk met die eerste beheerlijkheid. Waarom? Het is evident, want hij heeft honger. Maar ook, het is weer een heel mooie parallel. Adam en Eve hebben gezonnen door te eten. En hier wordt weer hersteld door het eten te weigeren. Adam en Eva mochten niet van eten. Jezus mocht eigenlijk eten, want hij had honger. Hij heeft ergens recht op eten na 40 dagen en zacht. En dachten niets eten en drinken. En toch weigert hij het mirakel te doen. Waarom? Wel, ten eerste omdat mirakels eigenlijk dienen in deze plaats om het geloof te provoceren, te doen ontstaan en te vergroten. Als Jezus mirakels doet, dan is dat om mensen tot geloof te brengen of tot sterke geloof te brengen. U geschiedt naar uw geloof. In die streek, Cafarnaüm, deed hij niet veel wonderen of tekenen, zoals de Heilige Schrift zegt, wegens hun ongeloof. U geschiedt naar uw geloof. Uw geloof heeft u gered. Dus om het geloof te verhogen. En natuurlijk ook om noodzakelijke, hoogst noodzakelijke dingen te regelen. Bijvoorbeeld, hij moest belastingen betalen aan de keizer en hij laat dan Sint-Petrus een drachme, de som halen uit mijn vis, enzovoort. Dat is natuurlijk een mirakel, omdat ze dus moesten belasting betalen. Dus nee, natuurlijk, hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen. En dan, dat is noodzakelijk, dus dan doet hij wel een mirakel als het niet anders kan. Maar hier kon het anders. Hier kon het anders. En u ziet het ook dat het anders kan, want op het einde van de bekoring komen de engelen hem dienen. Bedienen, dus brengen hem eten. Ze kwamen hem dienen. Ministrabat ei. Dus hij heeft dus gerekend op God, op de voorzienigheid, en hij zegt het ook, als antwoord gaat hij de Heilige Schrift aanhalen. Hij zegt, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat van de mond van God komt. Dus als je kunt redelijk verwachten dat je op God kunt rekenen, en hij wist dat, trouwens, er was helemaal niks in de omtrek. Het was een woestijn, juist na Jericho. Hij had ook geen geld, dus hij was volledig in armoede, leefde hij. En hij had dus er was geen hoop om eigenlijk voedsel te vinden. En hij had het nodig, dus hij rekende op Gods voorzienigheid. Wel, als het redelijk is om Gods voorzienigheid te rekenen, dan mocht je dat doen. Natuurlijk moest je eerst zorgen dat je zelf de zaak oplost, maar dit was niet mogelijk. En dan kun je op Gods voorzienigheid rekenen. En dat is dan ook gebeurd. Dus op buitengewone wijze. Dus dat is het bewijs dat hij niet nodig had om een mirakel te doen. Je moet niet zomaar mirakels doen om jezelf plezier te doen. Dus dat is dus al een eerste verkeerde toepassing van zijn macht. En hij doet het niet. En dan gaat de duivel van tactiek veranderen. Hij zegt, hij citeert de Heilige Schrift. Wel, ik zal hem ook citeren. Hè.
En dan gaat hij de tweede begeerlijkheid proberen aan te spreken, die hij denkt dat in Jezus zal moeten bestaan. En hij neemt hem dus mee naar de heilige stad, dat wil zeggen Jeruzalem, en hij zet hem op het pinakel, dat wil zeggen de hoogtop van de toren van de tempel. En hij zegt, indien je de Zoon van God zijt, werpt u naar beneden. Want, er staat geschreven in de psalm van David, we hebben dat gezien nu in de tractus, in de mis, hij zal de engelen bevelen wat u betreft, en ze zullen u op handen dragen, zodat je uw voet niet aan een steen stoot. Dat is wat men noemt God, Jezus zegt dat is God bekoren, dus God op de proef stellen. God op de proef stellen, dat is een mirakel proberen te provoceren als het niet nodig is. Het is niet nodig. Ik zeg het, God zal mirakel doen als het nodig is. In nood gaat hij ons helpen. Bijvoorbeeld Johannes werd in de kokende olie gegooid. Zijn ogenblik was niet gekomen van zijn dood. Dus hij is daar levend uitgekomen. Hij was in grote nood. God heeft hem geholpen. Mirakel. Als er een grote nood is. Maar hier was er dus... Je provoceert je eigenlijk de zaak. Dus hij werpt zich... Hij wil zich van die toren werpen, dus het probleem is dat hij de tabletten gaat storten. En dan hoopt hij op God om hem dan te redden. Maar hij heeft zelf het probleem veroorzaakt. Dus dat is God dus op de proef stellen. En dan zou God verplicht zijn om een mirakel te doen. God is helemaal niks verplicht. Wij mogen dat niet doen, God op de proef stellen. Dat is verboden, dat is een zonde. Dus Jezus zegt, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Het is een vorm van hoogmoed, van ik zal me naar beneden en eigenlijk zit je God te bevelen wat hij moet doen. En ik word dan gedragen door de engel en iedereen gaat dat zien daar in Jeruzalem, een groot evenement. En, ik zal als heel speciale man beschouwd worden enzovoort. Hij is het wel, maar hij gaat het op een fatsoenlijke manier doen. Niet op deze manier door God op de proef te stellen. En dan... gaat een duivel dus een derde, laatste verkoring, proberen die van de beheerlijkheid van de wereld, dus de machtszucht, de hebzucht. En hij neemt hem weer mee naar een hoge berg. De duivel kan inderdaad materie verplaatsen, hij kan ons lichaam verplaatsen, als het God het toelaat. En hij kan alleen maar dingen doen die God toelaat. Bijvoorbeeld, hij kan Jezus wel naar een tempel brengen, naar de top van een tempel, maar hij kan hem er niet afstoten. Want dat is Gods wil niet. Wel, hij brengt hem ook zo naar een heel hoge berg. En hij laat dus alle rijken van de wereld zien. Ik bedoel, koninkrijken. En dat is natuurlijk een visie die hij heeft gegeven, want vanuit één berg kun je niet alle koninkrijken van de wereld zien. Hij geeft hem ook in visioen al de koninkrijken. En al hun glorie, dus hun beschaving, hun rijkdom, macht en pracht en kracht, de beschaving. En hij zegt, ik zal het al als geven als jij maar voor mij neervalt. Dus hij gaat hem eigenlijk koning maken van de wereld, dus een soort wereldheerser. Nu, dat is gromelijk overdreven, zeggen de kerkvaders, want alles behoort aan God toe, alle macht behoort aan God toe. En God heeft alles geschapen. Maar het is inderdaad zo dat, omdat dus degenen die aan de macht zijn, het moeilijk hebben en die rijk zijn om naar de hemel te gaan, om deugdzaam te blijven. En ook mensen die slecht zijn, vaak naar macht en geld zoeken, en dan ook dat ook bekomen, omdat ze dan ook efficiënte, maar helaas immorele middelen daarvoor gebruiken. Zijn er heel veel, min of meer, machthebbenden die dus inderdaad de kinderen van de duivel zijn. En in die zin heeft de duivel macht over de wereld. De politieke en rijkdomsmacht. En wordt hij ook door de Heilige Schrift dan de prins van deze wereld genoemd. In die zin. Wel, inderdaad, in het werk meestal, staat ook in de protocollen van de wijzen van Sion, dat als ze dus een volk willen... een wereldheerschappij willen vestigen dat ze de leiders van een goede leiders van het volk moeten omkopen en dat de mensen in de weg staan of die dus moeten
ten eerste staan, meestal allemaal bezwijken voor het geld, voor de positie, als we maar ver genoeg gaan. Zeldzaam zijn de mensen die daaraan weerstand bieden. En dat is dus, dat weet, dus de duivel heeft er dus nu al 4.000-5.000 jaar ervaring met miljoenen mensen. En hij heeft ook, de engelachtige kennis. En hij weet dat en hij gaat dus het volle pakket naar boven halen. Dus hij kan het niet meer aanbieden dan dat. Hij kan niet meer aanbieden dan alle geld en alle macht van de wereld. Dus dat is echt de grootste bekoring die er eigenlijk ooit is voorgesteld geweest aan een mens. De grootste van allemaal. En Jezus zegt, ga weg Satan, er is geschreven, je zult God, uw Heer, alleen beminnen en hem alleen dienen. En dan zegt hij Satan, want hier komt hij openlijk uit dat hij Satan is, want hij zou nog zich kunnen horen aan de een of andere goede geest, die iemand de raad geeft hoe dat hij aan voedsel kan geraken als hij honger heeft, en hoe dat hij kan bewijzen dat hij een heilig man is, om goed te doen aan het volk, tweede bekoring. Maar hier, zich laten aanbidden, dat is duidelijk, dus demonisch. Het andere eigenlijk ook wel, maar het was meer dus verborgen eigenlijk. Hier is het open. Waarom? Omdat de kracht van de rijkdom is zeer groot, weet het wel. En er is weinig mensen bieden weerstand. En dan gaat hij heen. Voor ons is het belangrijk bij geloven om te weten dat de duivel zwakke punten aanvalt. Dat is ook normaal. Als je een vijand wilt aanvallen, dan moet je hem leren kennen. Zijn sterke punt om daar rekening mee te houden en de zwakke om hem daar aan te vallen. Maar onder andere ook de omstandigheden, de omgeving en zo, van de slagveld en zo. Dus allerlei andere elementen, maar daar gaan we over uitweiden. Maar in ieder geval, de hoofdtactiek is van aan te vallen op het zwak punt. En dat doet hij ook met ons. Wel, het is een uitnodiging voor ons om voorzichtig te zijn in onze zwakke punten onder ogen te zien. Je moet een wetensonderzoek verrichten. Iedere avond is dat ingeschreven in het avondgebed. Onze ondeugden, die we waarschijnlijk al kennen. Ons hoofdgebrek. Als u het rijden van Sint Ignatius hebt gevolgd, bent u er al mee geconfronteerd geweest. Wel, daar moeten we mee bezig zijn, want het kan ook in de tijd van het leven veranderen. Want men kan ook, het karakter kan evolueren een beetje, en dan zijn ook die zwakke punten, die kunnen een beetje verschuiven. En daar moet men rekening mee houden. Men moet ze proberen te weten te komen, ze erkennen en zien hoe erg het gesteld is. Daar is nederigheid voor nodig, dat is een acte van nederigheid. En dan proberen inderdaad daar iets aan te doen, daarover lezen, raadplegen, hoe dat men tegenover zo'n deugd kan ontwikkelen. De ondeugd kan dus uitrukken, als onkruid bedoel ik. Dus elimineren en neutraliseren. En dan vooruitgaan in het geestelijk leven. Als je het zwakste punt verstrekt, gaat het geestelijk leven vooruit. Dus dat is een van de allereerste fundamentele eisen van het geestelijk leven. Dat is het allereerste begin. Dat is men bereid, ik herhaal het, om te erkennen dat men een geneesheer nodig heeft, dat men de ziekte erkent en dat men dus die ziekte aan de geneesheer voorstelt, Jezus. De ziekte van de ziel, dat men die oefening doet. En nu in het begin van de vasten, als men dat verwaarloosd heeft, dat moet men heel het leven lang doen, want daarvoor zijn we op aarde, om te verdienen. Wij zijn op aarde om volmaakt te worden, om naar de bestemming te gaan waar God ons voor geschapen heeft. Dat wil zeggen, wees volmaakt, zoals de hemelse Vader volmaakt is. Iedereen is geroepen tot een zekere volmaaktheid. En die moet hij bereiken. En dat is zijn opgave. Daar hebben we de nodige genade voor gekregen. En dat is hetgeen dat we moeten doen. Dat is het belangrijkste. Al de rest is theater, zijn omstandigheden, die juist zijn gelegenheden, die de mogelijkheid geven om juist te verdienen. Het goede om het goede te gebruiken en om het goede te doen. En het kwade om het geduldig te verdragen en daardoor nog meer te verdienen. Want het kruis lijden is verdienstelijker dan eigenlijk goede werken doen. Zegt Sint-Priester Pop, tenminste met het oog op genade te krijgen. Werken is goed, bidden is beter, lijden is best, zegt hij.
Dus zowel het goede als het kwade kunnen we te goede keren. Het goede moeten we goed gebruiken, want anders worden we ook door het goede verleid om ermee te overdrijven en dan weer in het kwade te vallen. Dus moeten we oppassen. Dus we moeten zowel oppassen met het goede als met het kwade. We moeten alles goed proberen te gebruiken. Met het oog op het doel. Het doel is de hemel. Niet alleen van ons, maar van God. God heeft alles gedaan buiten zichzelf voor de hemel. Geschapen voor de hemel. Want alles is geschapen voor de mens. Het zichtbare is geschapen voor de mens. En de mens en de engel zijn geschapen voor God. Dus alles is geschapen voor God. Dat betekent om zich met God te verenigen. De mens is niet geschapen voor een aardparadijs, maar voor een hemelsparadijs. Het aardparadijs was de plaats waar hij de hemel zou verdienen. En de goedheid die God op aarde gegeven heeft om te tonen hoe goed het is en hoe goed het zal dan in de hemel zijn als het op aarde dit zo goed is. Maar dat hebben wij verkwanseld, de aardparadijs. Maar in ieder geval, we hebben nog de hemel. Dat is het belangrijkste in het vooruitzicht. Het tweede wat God gedaan heeft, dat is de voorzienigheid. Dat is zijn schepping onderhouden, ook weer met het oog op de hemel. De verlossing, dat is evident met het oog op de hemel. En dan het derde werk, de glorificatie, de heiliging, ja, dat is natuurlijk naar de hemel brengen. Dus al wat God doet, alles, schepping, voorzienigheid, verlossing en heiliging, dat zijn de vier werken die hij gedaan heeft buiten zichzelf. Want in zichzelf is dat die vuldigheid, dat is iets anders, dat is zijn leven van de drie personen die elkaar voorbrengen. De eerste brengt twee personen voor, de tweede één persoon, dat is binnenin hem. Maar buiten hem is alles, het enige doel is de hemel. En dus ook voor ons. Als het voor God het doel is, dan is het voor ons zeker het doel. Want wij kunnen niet een ander doel hebben dan God. Dus en dat is ook inderdaad ons enigste doel. Dus de eerste stap is eigenlijk die geestelijke strijd beginnen. En dat maakt ook een christen een echte christen. Anders zijn ze een schijnchristen. Waarom waren de fariseeën slechte gelovigen? Terwijl dat ze waarschijnlijk toch het voorbeeld gaven. Ik vast zoveel, ik geef zoveel almozen enzovoort. Avonturend aan binnen. En ze kenden de Heilige Schrift praktisch van buiten. En de verklaringen ervoor. Dus ze waren voortdurend met de godsdienst bezig. Nee, waarom niet? Wel omdat ze dat juist verweigerden. Ze weigerden om introspectie te doen. Hun gebreken en hun fouten te herkennen. En daar iets aan te doen. En Johannes en Doper en Jezus gaan en daarop aanspreken. En daarom worden ze zo vals. Ze worden vals tegen Johannes en Doper. En tegenover Jezus. Omdat hij hun dus confronteert met, oproept om die geestelijke weg te gaan, naar de hemel te gaan. Zij weigeren dat. Zij willen zich niet bekeren. Zij willen een aardse koninkrijk en aardse genoegens en aardse macht en rijkdom hebben. En trouwens, de Sadduceërs geloofden zelfs niet in het eeuwig leven. Waarom zouden ze zich afsloven om tot de heiligheid te gaan als er toch na dit leven niets meer is? Dus moeten we veel mogelijk van dit leven profiteren. Dus voor de Sadduceërs werd het nog veel taaier om ze te bekeren dan de Farizeeën. Dus je ziet, die waren gelovigen, als wij daar niets aan doen, kunnen wij voorkomen als een goede gelovigen, maar uiteindelijk zijn we ogen in slaap gekregen. En Jezus zegt, aan hun vruchten zult je ze kennen. Men kan zich gedragen als men is gedoopt, men gaat naar de mis enzovoort, men gedraagt zich als een christen, maar men doet niets aan het inwendig leven, is men eigenlijk dood. Want er gaat niets vooruit. Als een plant niet meer groeit in de lente, of in de zomer als ze licht is, als die niet meer groeit, is die dood. Dus als je niet inwendig niet meer groeit, dan is je inwendig leven dood. En dat is juist het leven van je ziel. Dus je moet absoluut, dat is het fundament, je moet het allereerste, is het kwade weghalen. Dat is de purificatieve fase. Dat is het fundament van de twee andere fasen. Die dan komen, de illuminatieve fase en de verenigingsfase. Dus het allereerste fundament is erkennen waar je fouten zijn en daar ook iets aan doen en daar dag en nacht mee bezig zijn. Dag en nacht, dat staat in de regel van de Karmel, dat is de regel van Elias, dat is de enige orde die Oud- en Nieuw Testament overkoepelt. Dus op dat opzicht ergens een van de belangrijkste orden in de katholieke kerk, dat die weer bietwaardig zo oud is. Dus je moet iets universeel hebben, dag en nacht de wet van God overwegen. Dat is de kern van uw regel. Dag en nacht de wil van God over. Wat is uw wil, Heer, dat ik doe? En dat is natuurlijk de zonden bestrijden en het goede beoefenen. Dus die waren gelovigen, daar moeten we ons op toeleggen, want anders zijn we eigenlijk rinkelend symbaal. We kunnen nog zo mooi spreken en zo mooi apostolaat doen, als doe ik dit of doe ik dat, zegt Sint Paulus. Ik heb de liefde niet, ik heb het inwendig leven, de liefde van God verhoogt niet in mij. Dan ben ik, het baat mij niets.
Die waargelovigen, laat ons onze lieve vrouw vragen, die het dus inderdaad de moeder is en die een moeder ontwikkelt het leven van haar kinderen, dat zij ons daarin helpt om nederig te willen inzien wat er in ons verkeerd is en dan daar ook iets efficiënts aan te doen, ons moeten doen om het tegenovergestelde, dus tegenovergestelde deugd te oefenen, maar ook moeten doen met het afsmeken van de genade, door gebruik te maken van de sacramenten en de sacramentaliën en de gebeden en de devoties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.